Hartelijk welkom. Ja, normaal hadden we natuurlijk ons openingstoernooi gehad van de tennisbanen. Maar de vorst gooide wat roet in het eten. Dus de banen zijn nog niet klaar. Maar we hebben toch een lekker weertje erbij. En hartstikke mooi dat zoveel mensen gekomen zijn hier voor de officiële opening van de verdelbanen. Natuurlijk, de bloemen ga ik nu pletten. Bijzonder welkom aan onze gasten. Een zware delegatie vanuit de gemeente. Burgemeester Roel, wethouder Jansma, Pieter Brandjes, coördinator sport is ook gekomen. In hun sportkleding, min of meer, om zo meteen ook een balletje te gaan slaan. En toen het bestuur ongeveer een jaar geleden bij mij kwam van we willen een padelbaan, toen moest ik eerst drie keer navragen, padelbaan, wat is dat? Dus ik heb even wat filmpjes gekeken en het is Spaans, geloof ik. Ja, het is ook geen squash, het is ook geen tennis. Ik ben geen squasher, ik ben geen tennisser, dus op jouw woorden van iedereen kan het straks de waarheid worden. Dat is een uitdaging. Ja, ik ben ook wel heel trots. Maarten begon er al over. Ik ben ook heel trots. Allereerst dat ik hier op tijd was. Daar bedoel ik verder niks mee. En de goede twee uur geleden stond ik op een padelbaan in Almelo. En ik had Igor aan de lijn. De rest die zegt van, oh, dat ritje makkelijk. Dat dacht ik toen ook, maar dat was toch even een heel ritje nog. Ja. Ik ben trots dat ik hier ben. Als je heel trots bent, dan kan je wel eens gaan overdrijven. Of dingen zeggen die nog mooier zijn dan ze al zijn. Mocht ik dat zo doen, dan probeer dat zelf te filteren. Dat kan misgaan. Maar we staan hier op de mooiste plek waar je kan tennis in Nederland. En we hebben ook de mooiste banen van Nederland. Dus dat is natuurlijk wel heel gaaf. En die zijn gebouwd door het beste bedrijf van Nederland. Dat padelbanen en tennisbanen, laten we dat vooral niet vergeten, kan bouwen. En daar hebben we ook nog eens een keer geluk dat we de beste captain hebben. En dat is Serge Bos. En die heeft het hier... Ja, precies. En die heeft natuurlijk ook hier een steentje bijgedragen dat deze deal hier is gekomen. En dan mis je eigenlijk nog één ding, een goed bestuur, maar vooral een commissie. Nou, laten we hier nou de beste commissie hebben gehad. Jij met je commissie hebben het voor elkaar gekregen. En hoe kwamen jullie op het idee? We hebben een aantal teams die al jaren in Spanje trainen. Voordat het seizoen begint. En in Spanje is padel een van de grootste sporten na voetbal. 7600 banen liggen er in Spanje. En elke Spanjaard weet wat padel is. Nou, nog niet iedere Nederlander weet dat. Dus wij dachten, goh, dat is eigenlijk wel hartstikke leuk om dat naar dit land te brengen. We waren niet de eerste overigens. Maar we zijn wel, we zijn er vroeg bij. Dus we hebben gedacht, ja, we gaan gewoon een hele leuke sport naar Baren brengen. Naar een vereniging met heel veel traditie, maar die ook wel vernieuwend wil zijn. En dat is allemaal gelukt, gelukkig. Daar zijn we heel blij mee. Is ook leuk. Je ziet het hier achter ons bij de burgemeester. Ja. Die heeft het nog nooit gedaan. Oh, die slaat een aardig balletje. Nou, hij heeft echt talent. En je ziet, we hebben eigenlijk gevraagd, kom even een minuutje spelen. Maar
Volgens mij is hij nog niet van de baan. Hij is niet weg te slaan. Nee, dus hartstikke leuk. Maar dit is echt ook de ervaring die ik zelf heb. Als je het eenmaal een keer gaat doen. Je bent heel snel, heb je een leuke rally. En je bent altijd met z'n vieren. Dat maakt het ook sociaal een heel leuke sport. En ja, ik merk aan iedereen dat er een enorm enthousiasme is om dit te spelen. Dus we zijn ontzettend blij mee. Hoe ging het? Nou ja, volgens mij raakte ik de ballen redelijk, dus het viel mee. Het ging heel goed, dacht ik. Het is wel heel lang geleden dat ik getennist heb, maar het is wel, ja, het is een leuk spelletje. En het lijkt natuurlijk op tennis, alleen als die bal tegen die achterwand komt om dan het goede moment te pakken. Dat is best even wennen. Maar het is ontzettend leuk. Dus we gaan je hier vaker zien. Nou ja, wie weet. Het is in ieder geval een aanrader voor iedereen. Zeker.